de small scale partnerships en nieuwe actie binnen het nieuwe Erasmus Plus programma. Eerst en vooral proficiat met jullie project. EPOS ontving, ondanks de aanhoudende coronaperikelen, de late publicatie van de call 2021 en de verschillende nieuwigheden binnen het programma toch aanzienlijk wat aanvragen. Ik wil jullie allemaal bedanken en ook feliciteren om deze uitdagingen stuk voor stuk aan te gaan en zo sterk in te blijven zetten op internationalisering. We zijn dan ook echt blij dat we jullie project effectief kunnen financieren en deze actie mee samen met jullie vorm kunnen geven. Uit een Erasmus Plus project kan je veel halen. Internationalisering is een middel, een kans om beter leren om te gaan met diversiteit, met complexiteit, in een maatschappij die continu verandert. Niet in het minst omwille van de recente epidemie die ons nog steeds teistert. Internationalisering is ook een manier om te groeien naar meer ervaring, naar een open geest en om blijven in te zetten op de gedeelde waarden en Europees burgerschap. Op welke manier dan ook kunnen we spreken van een grote meerwaarde. Internationaliseren faciliteert verandering, vooruitgang voor alle individuen die dat deelnemen, voor de organisaties zelf die in feite aan het internationaliseren gaan, en toch ook wel voor de beleidsstelsels waarbinnen dat deze activiteiten plaatsvinden. Maar als organisatie moet je er natuurlijk ook wel heel wat in investeren. Dat hebben jullie zeker al gemerkt met het indienen van een aanvraag en het zoeken naar een stabiel partnerschap. Want immers kansen grijpen en kansen bieden gaat ook wel gepaard met heel wat inzet en de nodige verantwoordelijkheid. Wij willen dan ook proberen om doorheen het ganse project een hulpvaardige partner te zijn. Er zijn een aantal zaken in een project die nu eenmaal moeten, zoals bijvoorbeeld de rapportering. En daarin willen we iedereen zo goed mogelijk ondersteunen. Maar het is ook wel meer dan dat. We zetten maximaal in op de samenwerking met jullie om samen bij te dragen tot vernieuwing en kwaliteitsverhoging in onderwijs en vorming. Ik wens jullie dus heel veel succes in de uitvoering van jullie project en voor vandaag een boeiende en leerrijke kick-off gewenst in de handen van mijn EPOS-collega. Dankjewel, Jill. Namens mezelf, mijn naam is Wim Kloots en mijn team, Team Vlaamse en Europese Fondsen, welkom op deze kick-off KA2 en dan specifiek de Small Scale Partnerships. Inderdaad, een nieuwe actie. Je hebt gezien, er staat een cameraatje, dus je weet, een opnamecamera, dat het webinar wordt opgenomen en we gaan de opname en de presentatie later ter beschikking stellen via onze website. Je zal zien dat ik niet recht in de camera kijk altijd, omdat ik de presentatie heb staan op een tweede scherm. Voilà. Dus de kick-off vandaag, de online versie, waar we het gaan hebben over vooral de projectadministratie, over het contract, over een aantal flankerende acties binnen Erasmus+ en ook over enkele ondersteunende maatregelen of activiteiten die je van EPOS mag verwachten. Vandaag zie ik het online gedeelte. Dat wil zeggen dat er ook een live gedeelte volgt, namelijk komende dinsdag, de 16e, en ook nog eens op 24/11, waarbij dat je een van beide data kon kiezen. Daar gaan we veel meer in op de inhoud en op het projectmanagement. De voormiddag projectmanagement, de namiddag projectinhoud. We hebben daarvoor gekozen omdat we merkten in de loop van de coronaperiode dat bepaalde zaken eigenlijk vlotter en efficiënter en beter gaan als je dat online doet en daardoor meteen tijd creëert tijdens de live evenementen om echt die dingen op die dingen te focussen die je echt wel best live gaat doen. Voor wie zich nog niet ingeschreven had, de inschrijving of inschrijvingen zijn in principe afgesloten, maar er is voor 24/11, dus de tweede dag, is er nog wat plaats.
Dus we zouden ook graag hebben dat alle projecten toch met minstens één persoon vertegenwoordigd zijn. Dus mocht bij jullie er iemand zijn die nog niet ingeschreven is, of voor wiens project er nog niemand ingeschreven is, dan kan die een mail sturen naar mijn collega Melissa Beekaart. Straks komen de mailadressen tevoorschijn. Met de keuzes die je nog zou willen volgen. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. De voormiddag is dezelfde voor alle groepen. In de namiddag splitsen we op, zie je, 220 en 210. Wat we nog niet of beperkt kunnen doen, dat is enerzijds echt netwerken. Ik bedoel daarmee vrij netwerken. We hadden oorspronkelijk een lange middagpauze voorzien om dat mogelijk te maken. Dat is een beetje in het water gevallen natuurlijk. Dus dat hebben we terug moeten inperken. We gaan natuurlijk wel de workshop hebben met een zware focus op peer learning en dergelijke. Maar echt het vrij netwerken, dat zal nog voor niet onmiddellijk zijn. En waar we helaas nog, ja, zeg maar, zo goed als niks over kunnen zeggen, dat is de Beneficiary Module, afgekort BM. Dat is de opvolger, voor wie die kent, van de Mobility Tool Plus. Het opvolgingstool, management tool, rapporteringstool van de Europese Commissie voor de projecten. Daar hebben we eigenlijk nog nauwelijks nieuws van. Zodra dat we iets deftig hebben van informatie, gaan we die natuurlijk aan jullie bezorgen. De vorm weten we nog niet, dat zullen zeker handleidingen zijn. Dat kan misschien een tutorial online zijn, een filmpje dat we maken. Dat hangt er vanaf waar en wanneer of wanneer en welke vorm we die informatie ter beschikking krijgen. Vandaag de online kick-off. Deze voormiddag was die voor de Cooperation Partnerships, KA220. Nu voor jullie KA210 Short-Term Partnerships. Dus hopelijk zit je ook in de juiste groep, hè? KA210 Short-Term Partnerships, de partnerschappen met een grote lump sum in feite qua financiering. Het zijn 30.000, het zijn 60.000 euro. Daar gaat het nu over. Besef je nu ineens van, oei, ik ga deze voormiddag eigenlijk moeten volgen. Geen probleem. De opname van de sessie van deze voormiddag, die komt ook online binnenkort. Dus dan ga je die ook kunnen raadplegen. De agenda is zeer vergelijkbaar, alleen zal het nu wellicht iets korter zijn, omdat de hoeveelheid regels veel beknopter is. We gaan straks zien of dat een voor- of nadeel is. Dus waar gaan we het over hebben? De wie is wie, enkele grote lijnen binnen de actie. Ingezoomd contractuele regels, de IT-tools, niet zoveel helaas. Nieuws over of info over betalingen, rapporteringen, controle. Kort, hoe start je nu? Waar geef je nu voorrang aan? Dan even inzoomen op een aantal flankerende acties en programma's binnen Erasmus+. E-twinning, Epali en dergelijke. En dan eindig ik met een aantal activiteiten die EPOS organiseert, die ook voor jullie zijn. Of misschien zelfs specifiek voor jullie, qua ondersteuning van de projecten. Heb je vragen, dan zet je die gerust tijdens de presentatie gewoon in de chat. De chat, voor degenen die het nog niet gevonden hebben, dus bovenaan in het menu zie je daar een tekstballonnetje. Als je daarop klikt, dan ga je de chat zien verschijnen. Dan tik je gewoon je vraag in, je klikt op het pijltje, of zelfs op enter, denk ik, en dan verschijnt uw vraag. Wat ik zou willen vragen is, formuleer die kort en duidelijk. En liefst gelinkt aan het net toegelichte gedeelte. Hè? Want ik ga regelmatig eens stoppen om voor een Q&A-sessie over het gedeelte dat dan net achter de rug is. Dus je moet geen antwoorden op vragen in de gaten houden en tegelijkertijd ook het webinar gaan volgen. Zelf heb ik daar ook moeite mee, dus we gaan jullie dat ook niet aandoen. We gaan zeker antwoorden op vaste momenten. Gaan we alles kunnen beantwoorden? Dat weet ik niet. Soms gaan we misschien moeten doorverwijzen naar je dossierbeheerder en ga je die later dan moeten contacteren om een vraag over jouw specifiek project of een antwoord op die vraag te kunnen krijgen. Nu, mocht het toch te snel gaan, ik heb deze voormiddag gemerkt, heb ik echt wel heel snel moeten gaan.
Of als het te veel is, de presentatie wordt opgenomen, de PowerPoint is er en het wordt allemaal gepubliceerd via onze website. Dus onder de downloads, dan webinars, dan KA2 ga je die vinden. Wanneer gaat die er staan? Wil ik graag van ons een mail zodra dat alles gepubliceerd is. Dan begin ik eens met te schetsen wie is wie. Ik denk dat velen onder jullie dat misschien ondertussen al weten. Dus mijn team, Team Vlaamse en Europese Fondsen, bestaat onder andere uit de dossierbeheerders voor KA2. Dat zijn Bart Klaas en Jolien Snoek. En heel concreet zal voor deze projecten, de KA210 Small Scale Partnerships, zal Jolien jullie dossierbeheerder zijn. Zij zijn ook, of zij is dan, jullie voornaamste en eerste contactpersoon. Mensen waarmee je ook nog in contact kan komen binnen mijn team is Frederik van Kronbrugge, IT-verantwoordelijke. Mochten er in een later stadium problemen zijn met bijvoorbeeld de nieuwe beneficiary module, dan zou het kunnen dat je met hem contact opneemt. En verder ga je hier nog kennis maken met Melissa Beekaert, stafmedewerker binnen mijn team, en ikzelf dus. Heb je een vraag over een lopend project, dan neem je altijd contact op met je dossierbeheerder. Dat is in alle acties eigenlijk zo. Specifiek binnen KA2 en binnen deze actie dan, 210, zal dat Jolien Snoek zijn. En als je dan nog wil inschrijven, toch nog voor de 26e, dan ga je een mailtje sturen naar Melissa. Ze heeft haar e-mailadres in de chat gezet. Dus onze e-mailadressen hebben altijd dezelfde structuur. Voornaam, punt, familienaam, @epos-vlaanderen.be. Wie neemt er van EPOS uit contact met jullie op? Meestal ook de dossierbeheerder. Maar dat kan soms eens iemand anders zijn in functie van het onderwerp. Bijvoorbeeld Hilde Juchtmans neemt dus regelmatig contact op met begunstigden of met aanvragers rond validering en de OID en dergelijke. Maar dat kan ook iemand van de collega's van samenwerking en internationalisering zijn. Dat kunnen dus verschillende mensen zijn. Maar ik ga ervan uit in deze projecten en voor deze dossiers, dat in 99% van de gevallen Jolien zal zijn. Goed, dan start ik met enkele grote lijnen binnen deze actie. Ik heb het over het concept van dat contract dat we nu gaan aangaan. Die zijn nog niet vertrokken, maar je hebt van ons wel al een melding gekregen van uw project is goedgekeurd. Dan hebben we nu uw gegevens nodig om dat contract te kunnen opstellen. Eens dat we die gegevens hebben, die moesten denk ik binnen zijn tegen 15 november, dan ga je van ons een contractvoorstel krijgen. En hoe ziet dat er nu? Wat is dat nu voor iets, zo'n contract? Hè? Ook iets over de financiering en iets over wijzigingen en amendementen. Eerst en vooral, je gaat van ons een contract ontvangen, een projectovereenkomst, tussen ons, EPOS, en de begunstigde, jullie organisatie, en eigenlijk in dit geval meerdere begunstigden. Hè? Want je hebt partnerschap en het budget gaat naar een project met meerdere partners. Dus in dit geval is dat die term ga je tegenkomen, een multi-beneficiary contract. Waarbij natuurlijk jullie organisatie de verantwoordelijke is. Jullie organisatie is de coördinator. Jullie zijn voor ons de verantwoordelijke. En ook de vertegenwoordiger van het partnerschap. Dus wij gaan geen communicatie voeren met de anderen. Wij communiceren alleen met jullie. Waar gaat dat contract over? Heel simpel gezegd, voor financiering. Wij geven geld. Jullie voeren het project uit zoals voorzien in de aanvraag. En je rapporteert daar ook correct over. Dat zijn de twee elementen. Rekening houdend, en dat is misschien nieuw in vergelijking met vroeger, rekening houdend met de objectieven van het programma. En dat zijn die vier grote horizontale thema's. De ecologische duurzaamheid, de inclusie en diversiteit, digitalisering en actief burgerschap. Deze vier thema's heb je in het programma zeker al regelmatig her en der gelezen in de programmagids. Dus eigenlijk zijn dat de vier grote thema's waar elk project, ongeacht het welke, aandacht moet aan besteden.
in de uitvoering. Je hoeft niet over dat thema te werken. Je project gaat, de meeste projecten gaan over een ander thema, over een andere prioriteit binnen KA2. Dat is ook geen enkel probleem. Maar zelfs dan ga je aan die vier thema's aandacht moeten besteden. Hoe kan je weten of je daar eigenlijk toekoer aandacht aan besteedt en is die dan voldoende? Dat kan je doen aan de hand van een aantal voorbeeldvragen. En ik heb die in deze en de volgende slide gezet. Een voorbeeld is bijvoorbeeld bij de duurzaamheid van in hoeverre kies je voor green travel. Bij inclusie, in hoeverre slaag je erin om deelnemers met fewer opportunities mee te betrekken bij de projectactiviteiten. Digitalisering, in hoeverre slaag je erin om bepaalde activiteiten blended te gaan doen, zowel fysieke mobiliteit als virtuele mobiliteit. Of de combinatie, het aan elkaar doen, aansluiten van online activiteiten en live activiteiten. En actief burgerschap, in dit geval wat voor nou tot de Erasmus Plus gemeenschap, maar je kan dat ook wat ruimer plaatsen van hoe slaag je erin om stakeholders, organisaties die belang hebben bij uw project, maar niet direct betrokken zijn, hoe slaag je erin om de link met hen toch te realiseren? Het zijn maar een paar voorbeelden, maar om mee te geven van elk project wordt geacht om aan die vier horizontale thema's de nodige aandacht te besteden. Zoals ik zei, het gaat in de eerste plaats over financieringsafspraken. In dit geval, voor KA210, heel simpel, of 30.000 of 60.000 euro. Niks ertussenin. Of zeker ook niks erboven. Je krijgt dat geld op basis van uitgevoerde activiteiten. Wat wil dat zeggen, uitgevoerd, gerapporteerd en bewezen. Je krijgt dat geld niet op basis van uitgaven. Het bedrag van die uitgaven interesseert ons eigenlijk niet. Dat is niet relevant. Je voert de activiteiten uit zoals beschreven in de aanvraag. En die activiteiten vinden normaal plaats in de landen van de betrokken organisaties. Er is daar wel een uitzondering, maar goed, dan moet dat al in de aanvraag voorzien zijn. Dat kan. En heel belangrijk, je bewijst dus activiteiten, geen uitgaven. Ik wil ook zeggen dat er niet noodzakelijk een 1-op-1 is tussen de financieringsbasis en die uitgaven. Het kan zijn dat je hebt in je aanvraag activiteiten geschat met daar een budget bij. Het kan zijn dat de ene activiteit wat duurder is en de andere wat goedkoper dan je had ingeschat. Je gaat daarvoor niet meer of minder budget krijgen. Je krijgt budget om die activiteiten uit te voeren. Dus dat is gewoon één grote pot en je doet wat je beloofd hebt. Nu kan het zijn, zelfs in die small scales, ook al duren ze niet zo heel lang, dat er zaken gebeuren waardoor dat je misschien hier en daar wat moet gaan activiteiten aanpassen. Of heel vaak voorkomend dat je administratieve dingen moet aanpassen. Bij administratieve wijzigingen is er soms een contractwijziging nodig en soms niet. Ik ga straks een voorbeeld geven. Inhoudelijk, ja, dan is er bijna altijd een contractwijziging nodig. Dat is het grote verschil. En financieel, grappig genoeg, dat is eigenlijk niet van toepassing. Je hebt geen budgetonderdelen. Je gaat nooit budget bijkrijgen. Dus eigenlijk financiële amendementen, die zijn niet van toepassing. Wat ik alvast wil meegeven, twijfel je eraan of dat je wel een echte contractwijziging gaat moeten vragen, gaan nodig hebben. Twijfel eraan, dan vraag je het op voorhand aan je dossierbeheerder. En op tijd bedoel ik voordat die wijziging in voegen gaat en uiterlijk 30 dagen voor het einde van het project. Administratieve wijzigingen die een contractwijziging vergen, dat zijn bijvoorbeeld de naam van de begunstigde die verandert. Er gebeuren al eens fusies of scholen veranderen al eens van naam. En goed, dat moet formeel vastgelegd worden. Is dat een probleem? Helemaal niet, maar het moet wel, er is wel een formele stap nodig.
De legal representative die iemand anders wordt. Bankrekeningnummer, projectuur, normaal gezien zeer uitzonderlijk in dit soort projecten. Vergt allemaal contractwijzigingen. Dat is een eenzijdig amendement, snel geregeld, maar het is nodig. Geen contractwijziging bij een verandering van e-mailadres van de contactpersoon, een telefoonnummer dat is wijzigd. Maar belangrijk, het is niet omdat dat geen contractwijziging vergt, dat je het ons niet moet zeggen. Dat is vrij cruciaal. Hè? Dus een dergelijke wijziging ook van contactpersoon, geef die zeker door. Zelfs een tijdelijke, want 3 maanden iemand die weggaat en tijdelijk vervangen wordt, klinkt misschien niet zo heel lang. Maar ja, neem maar aan dat er net dan iets dringend moet gecommuniceerd worden. Dus geef dat zeker door. Inhoudelijke wijzigingen in dit soort projecten, dat is een ander paar mouwen. Ik ga er een paar dingen uitpikken. Dus in bijlage 3 rond die financiële en contractuele regels staat een artikel dat nogal veelzeggend is. In case a planned activity is not carried out and it is not replaced by another equivalent activity, the NA shall, niet can, maar shall reduce the grant by the amount allocated to that activity, as indicated in Annex 2. En Annex 2, dat is de beschrijving van het project, dat is eigenlijk projectaanvraag. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat alle activiteiten zoals die beschreven zijn in uw aanvraag ook zo uitgevoerd moeten worden. Of vervangen kunnen worden door een equivalente activiteit. Dat is natuurlijk iets redelijk tricky. Wat is equivalent? Vandaar dat we echt willen vragen om uw project uit te voeren zoals het in de aanvraag voorzien is. Want aanpassingen, dat gaat maatwerk zijn. Dat zal wellicht niet evident zijn. Zeker niet als we alle projecten dat beginnen vragen, dan we moeten een methode vinden dat dit haalbaar blijft. Sowieso niet toegestaan, wijzigingen op niveau van de doelstellingen. En activiteiten die gewoon verdwijnen en niet vervangen worden door een equivalente activiteit. Met niet toegestaan bedoel ik, als dat gebeurt, dan heeft dat financiële consequenties, onvermijdelijk. Een beetje een zijsprong. Dit zijn kleine projecten. Misschien met maar 1 of 2 partners. Maar toch, ja, ga je afspraken moeten maken met je partners. Van wie doet wat, wie krijgt welk geld daarvoor. Want het budget zit allemaal bij de coördinator, bij jullie. En jullie gaan dat budget moeten verdelen. Ik neem aan dat er al afspraken over waren. In functie van de aanvraag. En normaal gezien, als uw aanvraag goedgekeurd is, is het ook met dat budget. Hè? Dus je gaat niet alles moeten heronderhandelen. Maar het lijkt ons aangewezen om die afspraken toch op papier te zetten. Via de link kan je aan een oud voorbeeld. Met oud bedoel ik ten eerste voor de iets grotere, voor de grotere partnerschappen. Dus misschien zal niet alles even relevant zijn voor jullie. En met oud bedoel ik ook nog met een logo van het vorige programma op, wat niet meer nuttig is voor jullie, dus doe dat eraf. Het is ook niet het voorbeeld dat geldig is in alle mogelijke gevallen, maar het is iets waar je misschien eens kan naar kijken om inspiratie op te doen, waar je allemaal afspraken over zou kunnen maken. Het is ook een dat effectief gebruikt is door partnerschappen waar wij weet van hebben. Goed, dat qua ruime inleidingen, de grote lijnen binnen deze actie. Zijn hier al vragen over? Want dan zullen we die proberen te behandelen. Goedemiddag ook allemaal van mij uit. Ik ben Melissa. Ik zie dat er 1 vraag is binnengekomen. Hoe bewijs je de activiteiten? Maar als ik het goed heb, komt dat later in de presentatie nog aan bod. Dus daar gaan we nu nog niet op ingaan. Voor de geïnteresseerden, er was ook iemand die vroeg wie de opvolger van Renulden is. Dat is Ben de Maaier. Als jullie zouden ingeschreven hebben voor de kick-off op 24 november, dan zullen jullie hem ook in het levende lijve kunnen ontmoeten. Maar verder zie ik er eigenlijk geen vragen binnenkomen. Dus kunnen we wat mij betreft verder gaan. Oké, goed. Er komt nog ruime gelegenheid tot vraagstelling. Hou u ook niet in. En
Ook al gaan we misschien niet alles kunnen antwoorden, want ook voor ons is deze actie een beetje nieuw. Allee, nogal serieus nieuw. Vooral qua financieringsmodel. Daar ga ik dan nu wat verder op in. Dus de contractuele regels. Waar vind je die regels rond deze actie? Wat staat er in de projectovereenkomst? Hoe is die gestructureerd, beter gezegd? En dan ingezoomd, wat staat er in die projectovereenkomst over het budget? Je zal zien, eigenlijk niet zo heel veel. Force majeure en zichtbaarheid van de Europese financiering. Dat is het eerste gedeelte van waar ik mee begin. En dan gaan we zeker ook ruimte voorzien voor vragen. Dus waar vind je de regels rond uw project? Uiteraard in de eerste plaats in de projectovereenkomst die je van ons gaat krijgen. Hè? Die heb je nu nog niet gekregen, die ga je krijgen zodra we van jullie de projectgegevens of de gegevens voor jullie contract hebben teruggekregen. Ik vermoed dat als we die al hebben gekregen, dat volgende week, de komende weken, alleszins zal gebeuren. Ook sowieso in normale omstandigheden. Ik bedoel, er zijn hier en daar een paar projecten, maar hier normaal niet, met wat meer haken en ogen aan, om het zo te zeggen. Dat duurt misschien wel langer. Maar normaal gezien voor deze projecten verwacht ik dat alle contracten bij ons buiten gaan zijn en bij jullie, zeker voor het eind van het jaar. Ook door jullie ondertekend, normaal gezien. En wellicht ook het voorschot al betaald. Maar dat is niet het enige. Je hebt natuurlijk ook de Erasmus Plus programmagids. Daar staan heel veel inhoudelijke dingen in die in het contract niet staan. En er zijn ook een aantal handleidingen vanuit de Europese Commissie. Beschikbaar of die komen er. Op de link, de tweede link dat je ziet, zie je welkom enzovoort. Daar ga je de handleidingen voor de IT-tools vinden. Die staan nog niet op punt, want de beneficiary module, de nieuwe mobility tool, als je daar al van gehoord hebt in het verleden, die is niet klaar. En die zou voor de KA2 projecten, voor jullie project, maar ergens in maart 2022 beschikbaar zijn. Wat wil zeggen dus dat je je projectactiviteiten, wat dat je allemaal gedaan hebt, zelf gaan moeten bijhouden. In Word, Excel, weet ik veel. Daar kunnen we helaas weinig zinnigs over meegeven. Wat er wel is, is alle info over de OID en de handleiding. Dus dat is de registratie van de organisaties. Heb je gedaan als je een aanvraag moest doen, of die was toen al, bestond toen al lang. Maar ook als er in de identiteit, in de gegevens van je organisaties iets verandert, dan ga je dat daar zelf moeten aanpassen. En het Erasmus Plus Project Results Platform bestaat ook al een tijd. Daar ga je uw projectresultaten moeten gaan opladen als het project klaar is. En daar ga je binnenkort ook al de samenvatting en de introductie van het lopende project vinden. Dan de projectovereenkomst, om daarop in te zoomen. Het contract, dat is tussen ons en jullie. Lees die ook volledig, het is je belangrijkste referentie. En ik wil dan een paar termen eruit pikken die je gaat tegenkomen en ik wil vermijden dat daar dan verwarring over ontstaat. Bijvoorbeeld de termen begunstigde en deelnemer of beneficiary en participant. De begunstigde, dat is uw organisatie. Dat is onze contractant, dat is de organisatie aan wie wij het budget geven en met wie wij het contract aangaan. De deelnemers zijn de individuen die deelnemen aan de activiteiten in het project. Mono-beneficiary, multi-beneficiary, die termen ga je ook zien passeren. Dat is, in dit geval is het eenvoudig, het is onderlijnd. Met jullie hebben we een multi-beneficiary contract. Er zijn in een project meerdere begunstigden, namelijk alle organisaties in het project. Mono-beneficiary, dat is vooral KH1. Daar wordt een contract met één organisatie gesloten. Coördinator en partners, dat is vrij evident, denk ik. Jullie zijn normaal gezien hier de coördinator. De andere organisaties zijn de partners. En dan K220-210. Dat zullen jullie zien in uw dossiernummer, uw projectnummer, zit die code, de 210. Dat zijn de small scale partnerships. De 220 zijn de grotere projecten, de cooperation partnerships. Uw projectovereenkomst volgt ook een bepaalde structuur.
Je hebt de bijzondere voorwaarden en dan een reeks bijlagen of annexen. Annex 1, algemene voorwaarden. 2, dat is de beschrijving van uw project, uw aanvraag eigenlijk. Met het toegekende budget er apart bij en de lijst van de andere begunstigden de partners. Bijlage 3, financiële en contractuele regels. Bijlage 4, de geldende tarieven. Bijlage 5, de mandates. En bijlage 6, COVID-19 addendum specifiek rond virtuele activiteiten. Dat is een hele boterham. Je krijgt eigenlijk van ons, dus ons, het contractvoorstel dat je van ons gaat krijgen, dat is eigenlijk alleen die bijzondere voorwaarden en dan annex 2, uw budget. Ja? Want dan de rest, ofwel heb je dat, hè, die mandates bijvoorbeeld, ofwel staan ze op onze website omdat die eigenlijk identiek zijn voor alle projecten. Daar is niks geïndividualiseerd aan, dus die zijn gepubliceerd. Ook weer onder de downloads, KA2 en dan contracten en bijlagen. Daar zit wel een prioriteit in die onderdelen. Degene die voorrang heeft op alle andere onderdelen zijn die bijzondere voorwaarden. Dat is wat je van ons gaat krijgen. Dan is er bijlage 1, de algemene voorwaarden. Bijlage 3, financiële en contractuele regels. En uiteraard bijlage 2, de begroting van uw project. Die heeft voorrang op een tweede deel van die bijlage 2, de beschrijving van uw project. Hier zal dat nu niet veel uitmaken, hè, want je hebt uiteindelijk gekregen wat je gevraagd hebt, omdat daar ook niet veel variatie in was. Hè. Het was 30, of het was 60, of het was niks. En de overige bijlagen staan op de website, zoals ik gezegd had. Goed. De drie onderdelen waar ik zeker dieper op inga, en... Het eerste is niet het belangrijkste, maar toch het grootste, denk ik. En dan hou ik al eens een Q&A. Dan de force majeure. Dan zichtbaarheid van Europese financiering. Het budget. Dat is het meest speciale, denk ik, aan dit type van projecten. In vergelijking met andere projecten, bedoel ik. Als ik kijk naar deze voormiddag, dan ging het heel, heel lang over dat onderdeel. Hier kunnen we misschien lang over van gedachten wisselen, maar de regels erover zijn eigenlijk vrij simpel. Of klinken vrij eenvoudig. Dus je krijgt een zogenaamde lump sum. Dus er wordt niet gewerkt met real costs. Die term ga je zien verschijnen hier en daar in je contract. En er wordt ook niet gewerkt met unit costs. Dat systeem is vrij gekend van vroeger. Hè, met, stel dat je een bepaalde activiteit onderneemt, een internationale mobiliteit, dan heb je daar een bepaalde kost of een bepaald budget dat samenhangt met de reis. En een budget voor het verblijf aan de hand van het aantal dagen en dergelijke. Dat zijn unit costs. Daar wordt ook hier niet mee gewerkt. Het zijn lump sums. Namelijk 30.000 of 60.000. A fixed contribution, waarvoor dient die, covers all costs directly related to the implementation of the project activities. Er is dus een heel rechtstreekse link tussen de activiteiten, niet de doelstellingen, de activiteiten en de financiering. The supporting documentation required at final report stage, ja, dus wat je op het einde gaat moeten kunnen voorleggen, niet automatisch mee indienen, hè, dat zal niet nodig zijn, maar je moet ze beschikbaar hebben, staat beschreven in deel 7 van this annex, van annex 3 dus. Dat zijn die financial and contractual rules. En daar staat al letterlijk bij, documentary proof of incurred expenses, dus bewijs van uitgaven, is not required. Daar gaan we ook nog vragen. Daar gaat het eigenlijk niet over. Wat moet je wel kunnen bewijzen? You must, of beneficiaries, must be able to provide evidence that the activities for which the grant was requested have actually been carried out. Dus dit maakt eigenlijk vrij duidelijk dat het geld dat je krijgt, dat is om de activiteiten uit te voeren die in de aanvraag voorzien waren en ook zo goedgekeurd zijn. Dat is eigenlijk het centrale element in die budgetsamenstelling.
Dus geen tarieven, geen distance bands, geen budgetcategorieën. Een heel open systeem. Tot op zekere hoogte heel flexibel. Hè? Het is maar één bedrag en daarbinnen trekt u plan. Nadeel, misschien weinig houvast. Tenzij dan de projectaanvraag. Want dat is eigenlijk uw houvast. Maar daarbuiten, ja, vandaar ook dat een equivalente activity uitvinden en daar dan ook nog een budget op plakken, dat is allemaal niet direct evident. Vandaar in essentie activiteiten, wat moet je doen voor dat geld om dat te krijgen? Activiteiten uitvoeren zoals voorzien in de aanvraag. Rapporteren via het final report. En bewijzen. Opnieuw de activiteiten. Ik ga die twee elementen, twee, rapporteren en bewijzen, want over uitvoeren, goed, dat is uw aanvraag, daar valt voor de rest niet veel over te zeggen. Maar over het rapporteren en het bewijzen, daar ga ik wat dieper op in. Want ook al zijn daar niet direct letterlijke regels over altijd, er zijn wel een aantal dingen die we kunnen meegeven. Eerst over activiteiten rapporteren. Dat staat ook weer iets over in die annex 3. Daar is een artikel 7 over het final report. Je zal dat moeten doen via de beneficiary module. En daar zal wel een structuur voorzien zijn. Hè, zoals in Mobility Tool in der tijd. Dat garandeert dat je al deze informatie effectief meegeeft. Maar wat gaat dat grosso modo moeten zijn? Uiteraard een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten. Je gaf in je projectaanvraag staan daar activiteitsblokken vermeld. Die ga je natuurlijk moeten beschrijven wat daar allemaal gebeurd is. Hoe gedetailleerd dat gaat zijn, op dit moment geen idee. Dat gaan we moeten afwachten. Dus in de loop van het project, hou dat bij. Maak van elke activiteit die je gedaan hebt, maak daar je doet dat denk ik sowieso, verslagen van dat je dat kan achteraf in het systeem gieten. Je gaat ook kwantitatieve en kwalitatieve informatie moeten verschaffen, waaruit blijkt in hoeverre dat de projectdoelstellingen dat die gerealiseerd zijn. Dus je gaat ook aan zelfevaluatie moeten doen. Dus evalueer ook zowel uw activiteiten als het behalen van uw doelstellingen. Uw projectresultaten, ik bedoel daarmee de tastbare resultaten die je ging realiseren, die je ging maken, die gaan er moeten zijn en die ga je moeten opladen in het afgekort EPRP, het Erasmus Plus Project Results Platform. En dan opnieuw een puntje waarvan ik vind dat dat nogal lijkt op het tweede punt, maar bon, het is wat er staat. Dus een self-assessment indicating as a percentage the level of achievement of the project objectives. Klinkt voor mij heel erg gelijkend, of lijkt voor mij heel erg op dat tweede gedeelte. Maar dat is wat dat je eigenlijk via dat verslag zal moeten rapporteren. Dat is het rapporteren van de activiteiten. Dan activiteiten bewijzen. Als je dat contract gaat lezen, dan valt dat op. Dat staat nergens gespecificeerd. Ook ergens logisch, want er wordt niet gewerkt met unit costs. Dus je bent ook heel vrij in het soort en type activiteit uit te vinden, als het ware. Daar kan mobiliteit in zitten, veldwerk, noem maar op. Ook activiteiten die voorheen niet of minder werden gedaan. En daar is dan een budget op geplakt en je hebt dat budget gekregen. Maar dat wil zeggen dat er eigenlijk nauwelijks regels zijn over hoe bewijs je nu een activiteit. Dus wat ik gedaan heb, is hier een aantal voorbeelden geven van activiteiten die we kennen uit andere projecten, met het bewijs van die activiteit dat wij zouden aanvaarden. Een eerste type van activiteit, alles wat te maken heeft met mobiliteit, transnationaal, met bijeenkomsten, vergaderingen, al dat soort zaken waar mensen samenkomen, eventueel virtueel. Dan ga je een bewijs van aanwezigheid moeten kunnen voorleggen. Een deelnemerslijst, normaal gaat die vergadering ook ergens door, ondertekend door
A, de deelnemers en B, de ontvangende organisatie. Titel, doel, plaats, datum van de meeting, naam en handtekening van elke deelnemer en bij elke deelnemer van welke organisatie is die. Daarbij ook een agenda, een verslag of andere documenten die gebruikt of verspreid zijn. Ik denk dat dit voor de meesten die al dergelijke projecten gedaan hebben, vrij bekend voorkomt. Dus eigenlijk, opnieuw, je bewijst geen kosten, je bewijst geen reizen. Je zegt van, we hebben iets gedaan met die en die mensen. Bewijs dat aan de hand van, basically, een deelnemersattest. Andere activiteiten. Stel dat je in je project tastbare projectresultaten ging of gaat produceren. Dat staat in je aanvraag, je hebt daar een budget op geplakt. Goed, dan is dat heel simpel. Dan ga je moeten bewijzen dat die resultaten er zijn. Die moeten inderdaad geproduceerd zijn. Die moeten opgeladen zijn in EPRP. En die moeten ergens tastbaar aanwezig zijn dat we bij wijze van spreken ze kunnen vastpakken bij een controle. Daar is geen sprake op dit moment van timesheets en dergelijke. Omdat in andere projecten, ja, daar is heel duidelijk, wordt heel duidelijk gewerkt met unit costs. Waarbij een bepaald budget tegenover een gewerkte dag staat. Hier is dat weer niet. Je hebt een budget dat je zelf geraamd hebt, staat tegenover resultaten. Goed, die resultaten zijn er en die zijn deftig. Dan krijg je ook dat budget. Taalvoorbereiding. Misschien dat er dat ook hier en daar tussen zit. Hoe bewijs je dat? Persoon X, of je neemt dat je voor een tiental mensen taalvoorbereiding voorzien hebt. Ja, dan moet je aantonen dat een tiental mensen aan taalvoorbereiding hebben gedaan. Dat kan op verschillende manieren. Deel aan bewijs aan een taalkursus. Een factuur voor lesmateriaal, als dat zelfstudiemateriaal was. Een verklaring op eerdesnoods. Als je die taalvoorbereiding zelf georganiseerd hebt. Hè. Opnieuw, als daar een factuur tussen staat als bewijsstuk, dan is dit niet omdat dat bedrag ons interesseert. Dat is als bewijs van persoon X volgde die taalvoorbereiding. Van voorbeelden is het dat eigenlijk een beetje. Ik hoop daarmee dat daar 80% zeker van de activiteiten mee gecoverd is. Maar voor de rest is dat ook voor ons wat zoeken en zou dat ook wel eens maatwerk kunnen zijn. Dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk vermijden. We gaan proberen om daar grote lijnen in te zoeken. Maar dat, ja, die grote lijnen zijn er op dit moment niet, behalve degene die ik hier geschetst heb. Want er is geen ervaring met dit soort projecten. En ook de instructies vanuit de commissie zijn op dat vlak heel beperkt of zelfs onbestaan. Dus de vraag of het advies, andere activiteiten dan degene die hierin staan, neem contact op met uw dossierbeheerder. En dan gaan we dat intern ook moeten bespreken en vergelijken en dergelijke. We gaan een soort systeem moeten opbouwen met de tijd. Voilà. En ik heb al gezien dat er daar een vraag rond is. Kunnen we eens bekijken. Zijn er mensen die met activiteiten of activiteiten gepland hebben die daar totaal niet onder vallen? Dat er geen mobiliteit, bijeenkomst, weet ik veel, is... geen productie van materiaal, geen taalvoorbereiding. Ik zou zeggen, zet het in de chat en dan weten we het al eens. We gaan nu niet direct kunnen antwoorden welk soort bewijs dat daarvoor nodig is, maar dan hebben we al een zicht op wat er zoal kan gebeuren of te gebeuren staat. Oké, er zijn hier ondertussen een aantal vragen binnengekomen. Geert vroeg zich af of rapporteren gebeurt in de eigen taal of in het Engels? Normaal gezien zal dat in het Engels zijn. Misschien als je nu een project hebt met alleen Nederland en alles gebeurt in het Nederlands en dergelijke, dan bestaat misschien de mogelijkheid om in het Nederlands te rapporteren. Niet helemaal zeker van, want bijvoorbeeld EPRP, ja, dat is een Europees platform. De informatie daar moet sowieso in het Engels beschikbaar zijn. Dan zijn er
een aantal mensen die specifieke situaties naar boven brengen, maar ik ga misschien eerst de algemene vragen eruit pikken. Erwin vraagt zich af, vindt betaling pas na bewijs plaats of is er ook sprake mogelijkheid van voorschotten? Het is inderdaad zo dat er ook hier met voorschotten wordt gewerkt. Dus eens dat het contract volledig rond is, dus zowel door jullie als door EPOS ondertekend is, dan wordt dat aan onze financiële dienst bezorgd en zij gaan dan binnen x aantal dagen een voorschot naar jullie storten. Dus daarvoor moet er niet eerst bewijs zijn of zo. Jullie krijgen sowieso een voorschot om mee te starten. Eva vraagt zich af of foto's ook een bewijsstuk zijn, maar dat gaat niet voldoende zijn. Het is voor ons wel belangrijk dat we, afhankelijk van wat de activiteiten zijn, dat we weten wie er allemaal aanwezig was, wat de inhoud was, wat er allemaal besproken is. Ik zie dat we meer naar een slide aan teruggaan is, waar de details nog eens een beetje meer zijn opgezond. Ja, misschien daar nog even aanvullen. Als ik zeg voorbeelden, dan bedoel ik niet voorbeelden van bewijzen. Dan bedoel ik voorbeelden van activiteiten waar we een heel specifiek bewijs vragen. Dus de activiteit is een voorbeeld dat er misschien nog andere kunnen zijn. Maar voor de activiteit die ik hier schets, mobiliteit, bijeenkomsten, is het bewijs wat hier staat. Geen andere. Dus foto's, nee, daar gaan we zeker niet mee beginnen. Ja, ik denk dat je inderdaad, naast hetgeen dat Wim hier heel gedetailleerd opzond, moet je in het achterhoofd houden dat wij eigenlijk heel goed gaan moeten kunnen kijken, ja, wat is daar gebeurd? Waarvoor is het geld eigenlijk ingezet? Hè? Wat was de thematiek? Wat is er inhoudelijk een beetje gebeurd? En dat kan je onder andere bewijzen door de opsomming die Wim hier net gaf. Dus ja, een foto voldoet daar niet aan. Patrick heeft hier een specifieke situatie. Hij zegt, in ons project organiseren we opleidingen voor ouders en activiteiten voor hun kinderen. Moeten we ook voor het aantonen van deze activiteitsdagen van alle deelnemers naam en handtekening voorleggen ter bewijsstuk? Of is het enkel voor onderlinge bijeenkomsten van projectpartners nodig? Ja, ik vind dat een heel goede vraag hoor. Ik bedoel, en het zal u misschien niet verwonderen dat ik daar nu ook niet direct ga op antwoorden. Daar moeten we eens over nadenken. Hè? Want het tweede stuk van uw vraag, is dit enkel voor onderlinge bijeenkomsten van het projectpartners? Nee, dat is te beperkt. Hè? In principe is dat ook geldig voor andere activiteiten waar mensen bijeenkomen. Ik denk bijvoorbeeld aan activiteiten waarbij je uw project, het bestaan van of de resultaten die je geproduceerd hebt, of het bestaan van uw project gaat bekendmaken. In de grotere projecten zouden we spreken van een multiplier event. Goed, dan is zo'n deelnemerslijst daarvoor ook nodig. De activiteit, dus dat bewijs dat ik hier noem, deelnemerslijst, is voor meer dan alleen onderlinge bijeenkomsten van projectpartners nodig. Het eerste stuk van uw vraag, ja, dan kan ik me inbeelden dat niet evident is om dat voor zo'n een opleiding voor ouders dat moet te doen zijn. Dat is een opleiding. Activiteiten van, met, door kinderen, ja, dat is alweer iets helemaal anders. Dus daar moeten we eens over nadenken. Het zou nuttig zijn dat je dergelijke vragen, we gaan dat nu al meenemen, hè, dus voor de mensen van EPOS hier, Jolien en Bart concreet. Dat is nu een voorbeeld dat we eens moeten over nadenken. Goed, wat gaan we daarmee doen? Maar daar hebben we op zich geen enkele ervaring of referentie over. Dus we gaan daar ergens een middle ground moeten zoeken van een onomstotelijk bewijs dat die activiteiten plaatsgevonden hebben zoals beschreven in de aanvraag, enerzijds. En anderzijds, ja, niet te zwaar, hè, van bewijslast. Een beetje aansluitend. Tine stelt de vraag, ik heb een betalende workshop. Gewoon de rekening van de workshop erbij, is dat voldoende? Ik denk dat Wim zijn laatste zin daar ook een beetje op aansluit. Ook hier gaat het voor ons wel belangrijk zijn dat we weten dat de workshop heeft plaatsgevonden zoals het in de aanvraag is aangevraagd en geformuleerd. Dus gewoon een betaalbewijsje dat er een workshop heeft plaatsgevonden, is in die dan misschien niet voldoende. En zal er wel een soort deelnamebewijs, ik ben nu maar aan het denken vanuit onze Kernactie 1-projecten, een soort deelnamebewijs voorzien kunnen worden door de workshop, waarin dan eventueel een korte inhoud of zo staat, of kort staat opgelijst wat dat er net aan bod is gekomen, hoe lang het heeft geduurd.
En wie van jullie organisatie daar dan allemaal aan heeft deelgenomen? Dat zou een betere bewijslast zijn dan enkel het rekeningetje. Ja, ik denk ook, normaal heb je een attest werkelijk. Hè. Niet de factuur bij wijze van spreken, maar echt een attest van deelname. Ja. Die Laila vraagt zich af wat bij activiteiten waar personen zich digitaal inschrijven. Ja, dat gaan we ook eens moeten zien. Zijn we ons van bewust, zeker nu in deze tijden. In de grotere projecten is het blijkbaar voldoende dat dus het deelnaambewijs dat ik hier schets, dat beperkt is tot een verklaring op eer van de organisator. Zonder dat al die deelnemers dan ook getekend hebben. Dan denk ik, als dat oké is voor de grote, duurdere projecten, dan lijkt me dat ook voldoende bij deze projecten. Ja. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld in Teams, wat we nu aan het doen zijn, deze vergadering, daar kunnen we op het einde een iets uittrekken, een rapport uittrekken, dat je eigenlijk de deelnemers ziet. Vind ik persoonlijk ook niet slecht. Dat zou zeer, zeer goed... Dat is een heel goed bewijs eigenlijk. Hè? Ja. Helene speelde een beetje in op het online gegeven, mag toch wat anders. Moet je voor online meetings met projectpartners ook altijd een deelnemerslijst hebben of is daar een screenshot voldoende? Is natuurlijk geen apart gefinancierde activiteit, maar valt wel onder goed projectmanagement. Iets waar ik daar spontaan aan denk, is waarschijnlijk als je met je projectpartners een meeting hebt, dat daar waarschijnlijk ook wel een kort verslag of zo van zal zijn, waar dat je dan misschien de aanwezigen of de verontschuldigden op kan aanvullen. En als wij bijvoorbeeld op een on-the-spot-check zouden komen en wij polsen daar eens naar en je kan ons zo'n verslag voorleggen, dan geeft dat ons eigenlijk ook een goed beeld van jullie projectmanagement. Ja. Dus echt een gehandtekende deelnemerslijst is daar in het geval van jullie interne projectwerking met uw partners misschien een beetje overbodig, maar bijvoorbeeld zo'n verslag kan wel waardevol zijn. Ja, en dan hebben we het over online meetings. Hè. Bij een fysieke meeting is er zo'n attest, een deelnemerslijst, eigenlijk geen probleem. Hè. Ja, klopt. Dit was voorlopig de laatste vraag. Ja, dus ik zou jullie willen oproepen om daar eens over na te denken. Projectaanvraag nog eens te bekijken. En door te gaan van, zitten hier activiteiten tussen waar ik qua voorbeelden van bewijsstuk niks gehoord heb in deze presentatie. En leg die dan eens voor aan uw dossierbeheerder. En liefst ruim genoeg nu, en je gaat dat toch in, als je je contract bekijkt en zo, die aanvraag er nog eens bij pakken. Wacht daar niet te lang mee, dat we niet tegenkomen, dat we bij wijze van spreken, ja, en morgen moet je dat antwoord hebben. Want omdat het ook voor ons nog zoeken is, en wij regels willen opmaken die geldig zijn en werkbaar voor iedereen, gaan we dat ook liever niet doen. Hè? Van, tegen morgen zeggen, op een drafje beslissen dan wat we gaan vragen. Goed? Ik zie dat onze collega Jolien haar hand nog heeft opgestoken. Dus misschien kan ze nog een aanvulling geven. Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is om gewoon mee te geven dat de basisvraag bij zo'n bewijsstukken is van kan je aan de hand van deze bewijsstukken voldoende vaststellen dat de activiteit inderdaad heeft plaatsgevonden. En er zullen honderden soorten varianten nog zijn op de voorbeeldactiviteiten. Ik denk niet dat we ze allemaal gaan kunnen bespreken ook. Maar stel u in de plaats van iemand die komt kijken en controleren, is er voldoende bewijs, objectief bewijs aan de hand van uw stukken om te kunnen aantonen dat de activiteit heeft plaatsgevonden. Als je dat kan zeggen, dan is er waarschijnlijk niet al te veel probleem. Twijfel je daar toch sterk aan, dan kan je het altijd eens voorleggen aan ons. Maar ja, we zijn ook niet onredelijk. Hè. Als je inderdaad kan vaststellen aan de hand van uw stukken dat het ontegensprekelijk heeft plaatsgevonden, ja, in principe gaan wij daar dan ook niet moeilijk over doen. Hè. Heb je toch twijfels, zet het gerust op mail. Ja, dankjewel Jolien. Ja. Dat is inderdaad het grote principe dat je voor ogen moet houden. Hè. En dat is ook de reden dat we straks zeiden van foto's. Ja, jullie weten dat zelf ook.
veel foto's kunnen gemaakt zijn. Dat is mooi, dat is misschien zelfs duidelijk. Maar is daarmee bewezen dat een bepaalde activiteit, zoals ze voorzien was in de aanvraag, gerealiseerd? Het kan misschien zijn, maar ik twijfel er wat aan. Het zou kunnen, maar vermoedelijk zal het niet genoeg zijn op zich. Goed, dan denk ik dat ik naar het volgende stuk kan gaan. De force majeure, de overmacht. Nu ook weer omdat dat budget heel erg, moet je zeggen, ruw samengesteld is, 30.000, 60.000. Weet ik niet of dat de overmachtssituatie vaak kan spelen. Maar bon, het principe is het volgende. Dus er kunnen zich situaties voordoen, zoals hier beschreven, waar niemand iets kan aan doen, die eigenlijk verhinderen dat het project tout court kan doorgaan zoals gepland. En wat je ook niet kan vermijden, je kan je daar niet tegen indekken door bijvoorbeeld annulatieverzekeringen en dergelijke. Maar het is echt iets van, overmacht, dat gebeurt. En dat zorgt ervoor dat één of meer activiteiten volledig van de baan zijn. Totaal niet of maar half gerealiseerd kunnen worden. Wat valt daar niet onder? Als er bij jullie stakingen zijn, arbeidsconflicten, financiële moeilijkheden enzovoort. In het verleden is het wel geweest dat een faillissement van een grote touroperator, dat werd als overmacht beschouwd. Ook eens een keer een grote staking in openbaar vervoer ergens. Ik weet niet meer hoe dat juist zat. Herinner u jaren geleden uitbarsting vulkaan in IJsland. Dat zijn zo zaken, overmacht. Corona uiteraard ook, maar daar hebben we meer specifieke informatie over. Wat doe je in geval van overmacht? Dus heel belangrijk, jullie beslissen niet zelf of iets overmacht is. Je legt dat aan uw dossierbeheerder voor als je overmacht wil inroepen. Je schetst de situatie, aard van de situatie of gebeurtenis. Hoe lang gaat dat gebeuren nog voortduren? Wat zijn de gevolgen daarvan? En als wij akkoord geven van ja, dit is inderdaad overmacht, dan is het gevolg dat het niet of gedeeltelijk of anders doorgaan van activiteiten geen aanleiding geeft tot een schrapping van budget. Dat is eigenlijk in een notendop de essentie. Heel concreet gaan we dan waarschijnlijk ook onderhandelen van oké, het kan niet doorgaan zoals voorzien. Wat kan er nog wel? Zijn er alternatieven? Ga jij altijd zelf met niet alleen het probleem, maar ook met een voorstel van oplossing moeten komen, waar wij natuurlijk in meedenken. Hè? Maar het voorstel komt van jullie, het al dan niet akkoord komt van ons. Nu hebben we ook een heel specifieke overmachtssituatie. Hopelijk een beetje terug stabieler en beter en minder erg dan in het verleden. Dus COVID-19 uiteraard. Kan ervoor zorgen dat bepaalde activiteiten geannuleerd worden, onderbroken worden. Niet recupereerbare kosten ingebracht. Eigenlijk is dat slecht geformuleerd, want je brengt geen kosten in. Maar dus dat we zeggen van, oké, goed, activiteit is niet kunnen doorgaan. Dat waren heel bijzondere omstandigheden. Was ook niet te voorzien. Staan wij toen dat die activiteit vervangen, geschrapt, meestal vervangen, aangepast, weet ik veel, wordt, om toch dat budget te kunnen krijgen. Rond heel de force majeure gerelateerd aan corona, werken we nog aan concrete richtlijnen voor alle projecten op dit contract 2021. En die komen dan op de website. Dat zijn dan degene, los van de puur virtuele activiteiten als gevolg van corona, want daar annex die bestaat al. Maar het gaat dan meer over van, oké, hoe zit het in elkaar met toch betaald krijgen of erkend krijgen van activiteiten of een deel van activiteiten en dergelijke. Maar dat zal, wat ik nu zeg, is eigenlijk de grote lijn. Hè? Dus dat zal toelaten
als wij akkoord gaan, van goed, je gaat dan uw activiteit in een andere vorm of gedeeltelijke of weet ik veel gaan kunnen uitvoeren. Dat is ook voor een groot stuk maatwerk. Daar zal ook niks anders op zitten. Hè. Nu, we zitten ook wel in een situatie waar, wanneer is het overmacht, bijvoorbeeld naar het buitenland iets, iemand vroeg dat, hè, wat als corona maakt, dat we volgend jaar niet fysiek kunnen bijeenkomen. Ja, je weet nu in principe de situatie nu, over een paar maanden, als dat daar allemaal rood is, dan moet je wachten. Stel, alles in kannen en kruiken, alles is geboekt en ineens is het daar rood en het is niet te doen om naar daar te gaan. Ja, goed, dat is overmacht. Ja. En dan moet er een mouw aangepast worden. En meestal is dan de optie van goed, dan gaan we dat virtueel of uitstellen of weet ik veel. Maar opnieuw, dat zal voor een stukje maatwerk zijn. Zichtbaarheid van de Europese financiering. Dus je hebt de verplichting om je project bekend te maken en meteen ook zichtbaarheid te geven aan het feit dat die financiering daarvan van Europa komt. Je doet dat aan de hand van deze logo's of een vertaling daarvan. Dus niet allebei de logo's, je mag één van beide kiezen natuurlijk, funded by of co-funded by. Of een vertaling daarvan. En je doet dat altijd als je op alle communicatie- en promotiemateriaal. Maak je een projectwebsite, dat logo moet daar ergens te vinden zijn. Heb je een bijeenkomst waarop je documenten ter beschikking stelt, dan moet dat logo daarop staan. Het valt dus op, Erasmus Plus staat er niet meer tussen. Hè? De programma-specifieke logo's die zijn verdwenen. Dus het zijn nu altijd deze. Erasmus Plus of de volunteer, wat is het weer? Voor de vrijwilligersjongeren, dat maakt allemaal niet uit. Ook onderzoek wordt allemaal vervangen door dit logo. Ik denk niet dat het gaat gebeuren voor deze project, maar stel dat je studies of publicaties gaat maken of laten maken en je geeft die uit, dan moet je toestemming vragen of dat je dat logo er mag opzetten. Maar ik denk niet dat dat hier aan de orde is. Oké, zijn over dit stuk dan nog vragen? Nee, de vragen die je daarnet hebt behandeld over corona, maar je hebt die encore de route behandeld en voor de rest komen er momenteel geen vragen meer binnen. Oké, dan moet ik eens eventjes kijken. Ik denk dat zowel Joke als Eva, of al diegenen die straks het woord voeren, dat zij hier al zijn. Klopt dat? Joke, Eva, kunnen jullie gewoon eventjes, want ik kan het hier niet zien, gewoon eventjes kort zeggen, ja, oké, standby. Ja, ik ben er al, ja. Oké, dank u wel. Joke, jij ook, dacht ik? Ja, ik ben er. Hallo. Oké, dank je wel. Dan denk ik dat ik gewoon doordoe. En als we dan vroeger kunnen afsluiten, denk ik dat dat goed is. Dan denk ik niet dat we hoeven echt te pauzeren. Dan ga ik over naar de IT-tools. Dus de eerste link is de link naar alle tools en ook de handleidingen daarvoor. OID, het Erasmus Plus Project Result Platform en dergelijke meer. Helaas nog niet de Beneficiary Module. Dat wordt het rapportage- en management instrument. EPRP zelf, de databank, waar je kan zien welke projecten er allemaal bestaan en hun resultaten, dat is dan de onderste link. De beneficiary module. Je kent, als je de aanvraag gedaan hebt, het platform waarop je die aanvraag hebt kunnen, ten eerste je aanvraagformulier hebt kunnen vinden om het in te vullen, maar ook je aanvraag hebt kunnen terugvinden als je er nadien nog aan wou werken. Dat platform, ja, daar zal ook de beneficiary module op beschikbaar komen. Onder de term My Project, dacht ik.
Dat gaat er nu uiteraard nog niet staan. Want sowieso moet het contract eerst gesloten zijn, met andere woorden, ondertekend door beide partijen. En dan pas kan iets opengezet worden. Maar goed, zelfs al dat contract nu in orde was geweest, dan was het nog niet beschikbaar. Want we hebben vernomen dat de beneficiary module voor KA2 pas beschikbaar zou zijn ergens in maart 2022. Hoe zeker dat is, kunnen we helaas op dit moment niet zeggen. Dat wordt sowieso het hoofdinstrument voor de rapportering aan EPOS. Dat zal je ook verplicht moeten gebruiken en dat zal je ook regelmatig moeten bijwerken. Om te zorgen dat als wij eens willen gaan kijken van goed, wat is hier nu al gebeurd? Dat we eens kunnen gaan kijken van, naar een stand van zaken. Voorwaarden voor toegang, zoals gezegd dat contract getekend is. Maar ook dat je een geldige EU-login hebt. Ik denk dat je die normaal al hebt als je zelf de aanvraag geschreven hebt. Het kan dan niet anders. Maar dat zijn dus de voorwaarden. Helaas, meer dan dat kan ik op dit moment niet zeggen. Dat wil ook meteen zeggen dat je als je nu uw activiteiten of met het oog op uw rapportering zaken bijhoudt, ja, dat ik gewoon alleen kan zeggen, doe dat zo grondig en duidelijk en volledig mogelijk. Want er is op dit moment geen echte tool om dat te gaan doen, om dat in te gaan steken. De betalingen en de rapportering en de controle en dergelijke, daar wil ik zeker iets over zeggen. Dus je hebt eigenlijk twee mogelijkheden. Hè? Ofwel duurt je project tot en met 12 maanden. Dan is het eigenlijk heel simpel. Je krijgt 80% voorschot na ondertekening van het contract door beide partijen. Dat zal normaal gezien zeker nog dit jaar zijn. Je moet ook geen interim rapport indienen. Enkel op het einde van het project een eindrapport. Wanneer? Binnen de 60 dagen na het einde ervan. Binnen dan weer 60 dagen krijg je van ons feedback. En dan wordt het saldo betaald, hè, die 20%, of wordt er een terugvordering als blijkt dat je zeker niet alle activiteiten hebt uitgevoerd. Duurt je project langer dan een jaar? Nooit langer dan 24 maanden, dan krijg je ook 80% voorschot, maar dan is er wel een interim rapport nodig. Wanneer? Halverwege. Laat nu het simpele voorbeeld pakken. Uw project duurt 24 maanden, dat maximum. Wel, na een jaar ga je een verslag indienen over dat voorbije jaar en je hebt daarvoor 30 dagen de tijd. Dus binnen de maand na de helft van de projectperiode. Je gaat dat zelf wel moeten uitrekenen, want in je contract staat geen letterlijke datum daarvoor. Dus stel dat het 18 maand is, dan is het 9 maand. Dus binnen de 10 maand. Ja? Over die eerste 9 maand. Ook daar feedback normaal gezien in de beneficiary module, maar we zijn niet zeker. We zijn op dit moment niet zeker dat het daarin gaat moeten gebeuren. En je krijgt ook geen extra betaling tussentijds daarvoor, want je hebt ook al 80% gekregen. Eindrapport is hetzelfde als bij een kort project, dus 60 dagen na het einde, waarna wij weer 60 dagen hebben om te reageren en dus het saldo te betalen of een terugvordering te doen. Qua rapportering, twee dingen die ik wil meegeven, dat zijn eigenlijk twee grote elementen die echt belangrijk zijn om te zorgen dat je juist rapporteert, dat is een goede samenvatting. Ik bedoel daarmee qua opladen van resultaten in het Erasmus Results Platform, niet uw eigenlijke verslag. Dus in dat platform staan twee dingen dan. Een goede samenvatting en de resultaten die je ging maken. Ging je er geen maken, geen produceren, dan is dat ook niet nodig. Maar bon, normaal is dat denk ik in veel gevallen wel zo. En ik begin met die samenvatting. Dat is in de eerste plaats een update ten opzichte van de aanvraag. Klinkt evident, maar we hebben gemerkt dat dat af en toe vergeten wordt. Het is geen copy-paste. Het ene is in de aanvraag, we gaan dit doen. Op het einde is het van, we hebben dit en dit gedaan. In het Engels, zonder fouten, logisch ingedeeld en zonder acroniemen. Of alleszins verklaarde acroniemen. Kan heel
doorsnee zijn. Bijvoorbeeld de term BSO. Sorry, de afkorting BSO, dat betekent niks in het Engels en voor een internationaal publiek. Dus dat ga je moeten uitleggen of alleszins voluit gaan gebruiken. Resultaten die je oplaadt, die moeten in het Engels zijn. Titel en beschrijving, zonder fouten. Het kan ook in andere talen zijn, maar in de titel van het resultaat vermeld je al in welke taalversies die beschikbaar zijn. En natuurlijk op basis van de titels en de beschrijvingen zou je al moeten weten waarover dat gaat. Ook persoonlijke gegevens, zorg dat die eruit zijn. Ik zou zeggen, zoveel mogelijk eruit. Zitten ze er toch in, dan zeker met toestemming van de personen in kwestie. Rapportering van het eindverslag over wat daarin moet staan, dat heb ik al gezegd eigenlijk. Supporting documents, dus de bewijzen waarop we het daar straks over hadden, bijvoorbeeld deelnameattesten, die dien je op dat moment nog niet mee in. Die zorgt ervoor dat je die ter beschikking houdt. Ja. Een verslag wordt geëvalueerd op 100. Ja. De criteria daarvoor, die verschillen wel wat van die voor de aanvraag. Voor de aanvraag was dat, wat is de relevantie, kwaliteit van het partnerschap, kwaliteit van design en uitvoering, en dan impact en disseminatie. Je zal zien in die annex 3, staat in artikel 5, een aantal criteria die gebruikt gaan worden om je verslag te evalueren. En die zitten dan vooral op die laatste criteria, op niet meer het partnerschap, want ja, dat is al eens geëvalueerd geweest, en relevantie eigenlijk ook. Dus het gaat daarbij vooral over implementatie, de kwaliteit van implementatie, van uitvoering, en kwaliteit van impact en disseminatie. Stel nu, dus we hebben al gezegd dat, of ik heb al gezegd dat als bepaalde activiteiten duidelijk niet uitgevoerd zijn, dan wordt het overeenkomstige budget daarvoor geschrapt. Maar bijkomend, als de conclusie is in globo poor, partial or late implementation, van dit project is gewoon niet goed uitgevoerd, dan kan daarbovenop ook nog een vermindering plaatsvinden met een zeker percentage afhankelijk van ja, de score en dan vooral het slecht zijn van de score. Moet je daarvoor zorgen maken? Wel niet echt, als je nu gewoon uitvoert wat er afgesproken is, je doet dat goed, dan is er geen enkele reden om te verwachten dat hierin geschrapt wordt. We hebben dat ook bij mijn weten nog niet moeten doen tot hiertoe. En ja, we zouden het uiteraard graag zo houden. Controles en audits. Wel, wat mag je verwachten? Sowieso, alle eindverslagen worden inhoudelijk en budgetair gecontroleerd. Hier hangt dat dan wel echt heel erg nauw samen. Hè? Dus de inhoudelijke controle is meteen ook de budgetaire controle. Want een puur budgetaire op basis van op dat punt uitgaven budgetrubrieken en is het in de juiste rubriek ingebracht, dat is hier toch allemaal niet van toepassing. Dus dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Dat is inhoudelijk financieel is meteen één geheel. Uw bewijsstukken zijn dan ook nog niet aan de orde. Dat komt pas bij de specifiekere, de diepgaandere controles. Dat kan een extra administratieve controle zijn, een zogenaamde deskcheck. Dan vragen we letterlijk die bewijsstukken op, we bezorgen ons die. Het kan ook een controle ter plaatse zijn, tijdens of na het project. En bij die drie soorten controles dan worden de supporting documents dan wel gecontroleerd. Wanneer word je eruit, of wat bepaalt dat een project er wordt uitgepikt voor zo'n controle? Dat kan random zijn of risk-based. Het grootste deel is risk-based. En dat is niet van, ja, die zijn daar aan het prutsen of illegale dingen aan het doen. Nee, ja, dan uiteraard ook. Maar gewoon het idee van, wat is dan een risico? De meest voor de hand liggende, bijvoorbeeld in de grotere projecten, is dan de omvang van het budget. Of het aantal projecten dat je lopen hebt tegelijkertijd, maar je bent maar een heel kleine organisatie. Dat kunnen nog een aantal andere factoren ook zijn.
En naast die risk-based zijn er ook puur random. Dat is letterlijk het systeem dat ons zegt, wij die zeggen, of wij die weten, we moeten er, ik zeg maar, iets 10 doen. Dat zou veel zijn, want er zijn 11 projecten op dit moment. Maar neem nu één, we moeten er 10 doen. En we hebben er daarvan eens de helft aangeduid om risk-based te gaan doen. Dan zal het systeem waar wij mee werken, zeggen, ons zeggen van, oké, en haal er die overige 5 ook nog eens uit. Dat is dus random. Wij kunnen die controles doen en wij zullen die ook in de meeste gevallen doen. Hè. Ik denk niet dat er, ik denk dat die anderen echt wel heel uitzonderlijk zijn, maar dat kan, want ze zijn er al gebeurd. Dat zijn dan door de Europese Commissie zelf, het Europese Orgaan voor Fraudebestrijding, OLAF, of de Europese Rekenkamer. Dat is ook de reden dat je die documenten, bewijsstukken in je project moet bijhouden, ook nadat het project is afgesloten. Voor jullie, aangezien dat altijd maar maximaal 60.000 euro is, tot 3 jaar na de saldobetaling. Dus dat wil zeggen de betaling, laatste betaling door ons, of in geval van terugvordering door jullie aan ons. Goed, hoe ga je nu van start? Wel, ten eerste met is, als je die dan ons dan gekregen hebt, de volledige projectovereenkomst goed te lezen. Ik zou zeggen, zeker dat eerste gedeelte dat je van ons krijgt, die bijzondere voorwaarden. De algemene, ja, lees die eens door, maar je zal zien dat er veel van die algemene opgeheven of vervangen worden door alle andere stukken, door deel 1 of door annex 3 bijvoorbeeld. Dus dat is een hele belangrijke ook, die annex 3, over de contractual financial rules. En natuurlijk uw budget eens bekijken, hè, want dat is toch wel belangrijk dat dat goed gekoppeld wordt aan de activiteiten. Je gaat misschien eens uw rekening moeten opnieuw maken, ik weet het niet. Maar goed, aan het budget zelf, het totaalbudget, daar wordt niet meer aan veranderd. En ook niet meer aan de activiteiten die gepland zijn. Je gaat ook afspraken moeten maken rond de verantwoordelijkheden. Wie gaat er in de beneficiary module alles bijhouden? En nu misschien in afwachting daarvan alles bijhouden. Wie gaat er die bewijsstukken bijhouden? Hoe ga je die bijhouden? En van zodra beschikbaar de handleiding rond de beneficiary module doornemen. En dan zo rap mogelijk is ermee aan de slag gaan. Wij gaan iets daarom doen. Op zijn minst, als er een deftige handleiding is, laten weten van oké, de beneficiary module is beschikbaar, is online. En je vindt de handleiding daar en daar. Indien nodig en voor zover nodig, gaan we dat wel aanvullen met een tutorial misschien van hoe raak je daarin of meer. Dat gaan we moeten zien. En als het nodig blijkt, doen we daar wel een nieuw webinar rond. Maar goed, dat gaan we moeten afwachten in hoeverre het nodig is. En eens activiteiten gestart, bewijsstukken, deelnameattesten, bijhouden. Altijd ook goed nadenken van wat Jolien daar straks zei. Van goed, we hebben die activiteit. Hoe zorgen we ervoor dat we de nodige stukken hebben aan de hand waarvan we bewijzen dat dat echt plaatsgevonden heeft, zoals we het beloofd hebben. En als er toch wijzigingen verwacht zijn, dat aankaarten. Aankaarten met u, bij uw dossierbeheerder. Voilà. Dan denk ik dat we bijna aan het einde zijn. Zeker nog een stuk over de ondersteuningsmaatregelen die we nog van plan zijn als EPOS. En ook over de flankerende maatregelen binnen Erasmus+. Maar voor we daaraan beginnen, zou ik nog even willen kijken of horen. Zijn er rond dit stukje nu nog vragen? Momenteel zie ik geen vragen binnenkomen, maar we geven jullie misschien nog even tijd om vragen te formuleren als die er toch nog ergens zouden sluimeren. Ja, dus de vragen nu niet onmiddellijk concreet worden of je wil eerst nog een aantal zaken met je partners aftoetsen, dan kan je uiteraard vragen later naar de dossierbeheerders sturen. Maar momenteel lijkt alles duidelijk voor zover. Ja.
Oké, dankjewel. Ja, ik snap dat ook. Het is allemaal vrij nieuw. Wat met de startdatum zie ik hier verschijnen. Dat die startdatum kon uitgesteld worden. In de mail die je van ons gekregen hebt, staat letterlijk bij van wanneer je uiterlijk moet starten. Het is ook altijd op een eerste van de maand. En wanneer je uiterlijk absoluut moet stoppen. Dus daar zou je zeker eens moeten op afgaan. Anders, ik weet niet of dat Jolien of Bart, vooral Jolien, dit... Ja, Geert vraagt nog extra, moet de startdatum gemeld worden? Wel, normaal gezien hebben jullie een mail gekregen met de selectieresultaten, waarin er ook naar extra gegevens worden gevraagd om het contract op te maken. Daarin staat ook jullie startdatum vermeld en daarin is inderdaad genuanceerd dat als jullie graag die startdatum willen veranderen, dat jullie dit nog kunnen vragen. En dan moet het uiteraard wel gemeld worden, maar dat kan best via een reply op diezelfde mail zijn. En Bart verduidelijkt ondertussen dat 1 februari de uiterste startdatum is. Ja. Voor alle duidelijkheid ook, jullie mogen... Dus ik denk de oorspronkelijke startdatum was 1 november. Hè. We hebben ook de officiële mededeling van het is goedgekeurd gedaan voor 1 november. Dus je mag starten met activiteiten vanaf 1 november, ook al is het contract nog niet in orde. Het kan zijn dat je zelf liever hebt van nee, ik wil eerst dat contract en ondertekend. En dat is je eigen keuze, maar je weet dat het dus kan. Hè, activiteiten kunnen nu al eigenlijk gewoon plaatsvinden. Maar je hebt ook de optie om nog eventjes te wachten en wat uit te stellen. En bijvoorbeeld te starten op, ik zeg maar iets, 1 december. En dan schuift de uitvoeringstermijn van je project ook gewoon mee op. Hè. Dus als je... voor 12 maanden had voorzien, dan was het, als ik goed kan tellen, tot en met eind oktober. Ja, als je dat 2 maanden gaat opschuiven, dan schuift ook die einddatum mee op. Oké, dan denk ik dat we voorlopig zijn met dit stuk en met deze vragen. En dan geef ik graag het woord aan mijn collega's, eerst Joke en dan Eva, over de flankerende acties in Erasmus+. Het gaat dan specifiek over eTwinning en de School Education Gateway, over EPALE, Europass en Euroguidance. Niet alles is van toepassing voor alle projecten, maar er zijn er zeker 1 of eigenlijk meerdere, altijd minstens 2, denk ik, voor elk project. Joke, aan jou het woord. Je mag de presentatie dan, of het scherm gewoon delen en dan verschijnt het jouwe. Dank u, Wim. Ik zet het computergeluid aan. Dat was ik daar straks vergeten. Dus even kijken. Normaal moet je het nu kunnen zien. De presentatie. Prima, dat is gelukt. Oké. Super. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Joke Verlinde, coördinator van het Euroguidance Vlaanderen Centrum. Vandaag stel ik jullie zowel Euroguidance voor als eTwinning. En nadien zal collega Eva van der Gaar jullie Europass en EPALE voorstellen. Voor degenen onder jullie die eTwinning niet kennen, eTwinning is de online community voor scholen in Europa. En het is enkel toegankelijk voor al wie werkzaam is binnen leerplichtonderwijs. Om u een idee te geven, eind september waren er bijna 1 miljoen leerkrachten geregistreerd op eTwinning in gans Europa. Dus het is toch wel een stevig platform. Wat kan je met eTwinning doen? Je kan met eTwinning samenwerken met een andere klas binnen Europa op een virtuele manier. Dus dat biedt zeker mogelijkheden en... Uiteraard is dat vrij van subsidies of goedgekeurde projecten. In deze slide zie je de medewerkers van het eTwinning team. Dat is Hanna de Munk, Linda Sies en coördinator Jeroen de Keizer.
In dit filmpje krijg je iets meer uitleg. Het is Engelstalig, dus ik hoop dat dit voor jullie lukt, maar ik veronderstel van wel. Veel kijkplezier. E-twinning is the community of schools in Europe. Goed, daar ging iets fout, sorry. E-twinning is the community of schools in Europe. E-twinning was set up with the idea that, by collaborating together and sharing best practices, teachers can develop their skills beyond the limits of the traditional classroom environment. For pupils, collaborating with schools in other countries makes learning more interesting and engaging. And more fun, too. It's also a great way to foster friendship and understanding between people from different countries and cultures. By working together on projects, your pupils will learn not only about the subject they are studying, but they will also develop key competences, such as speaking a foreign language, cultural awareness and expression, and learning to learn, while also developing their digital citizenship. E-twinning provides a virtual space where teachers can go beyond the horizon of the school. You can network and share best practices with your colleagues across Europe, and so feel part of a unique community. E-twinning offers free certified professional development, both online and on site, on a range of topics that can easily be integrated into your curriculum, and which your pupils will find engaging and stimulating. E-twinning is free to join, safe and easy to use, and open to all teachers and school staff that wish to take part. To join the largest community of teachers in Europe, to learn from and support your peers, to get your pupils engaged, and to avail of a wide range of various training and professional development opportunities, all you have to do is go to etwinning.net, register, and start e-twinning. Voilà, dat was een introductie tot e-twinning. Naast e-twinning is er ook een platform genaamd School Education Gateway. In 2022 gaan beide samensmelten tot één platform. Maar momenteel kan je dus op de School Education Gateway ook heel wat input krijgen en je bijscholen, zeg maar, vooral online dan. Wat biedt het jou? Je kan er op de hoogte blijven van wat er zoal leeft in schoolonderwijs binnen Europa. Er wordt elke week nieuwe content op voorzien. Je kan er hulpmiddelen vinden, zoals onderzoeksrapporten, ledmaterialen en ook een Europese toolkit bijvoorbeeld voor scholen. Je kan via de Teacher Academy jezelf ontwikkelen als onderwijsprofessional. En je kan ook informatie vinden over financieringsmogelijkheden, zoals dus Erasmus+. Ja, dus zoals gezegd, volgend jaar gaan wij dat samensmelten. Onze e-twinning-collega's hebben gevraagd om vooral dit webinar op 1 december in de kijker te plaatsen. Dat is een webinar voor directeurs, waarbij e-twinning zal voorgesteld worden. En waarbij ook zal stilgestaan worden bij de meerwaarde die e-twinning biedt voor leerlingen, leerkrachten en voor de school in bredere zin. Dus op woensdag 1 december van 2 tot 3:15 kunnen directeurs hieraan deelnemen. De algemene website zie je hier staan, etwinning.be, en de specifieke pagina met het nascholingsaanbod zie je ook onderaan. Dus ga gerust een kijkje nemen als het voor u van toepassing is. En dan ontdek je weer meer. Dan in een notendop een woordje over Euroguidance. Dus Euroguidance is een Europees netwerk van heel wat Euroguidance centra binnen Europa. En die centra hebben als centraal thema keuzebegeleiding.
Dus zowel onderwijs, loopbaanbegeleiding, studieloopbaanbegeleiding en leerloopbaanbegeleiding. Dus al wie werkzaam is in, dat, in die sector of in dat werkveld, kan zeker iets vinden of ontdekken bij Euroguidance Vlaanderen. Als je zelf bijvoorbeeld leerlingen begeleidt of studenten begeleidt of cursisten bij loopbaankeuzes, dan kunnen we zeker iets betekenen. Op welke manier kunnen we iets betekenen voor jou? Wel, dat zit vooral op twee sporen. Het eerste spoor is de Europese dimensie die wij binnen keuzebegeleiding binnenbrengen bij keuzeprofessionals in Vlaanderen. Hoe doen wij dat? Dat loopt via informatie delen, peer learning rond heel wat boeiende en prioritaire thema's. Om een aantal voorbeelden te geven, methodieken uit andere Europese lidstaten, werken met specifieke doelgroepen, online keuzebegeleiding heeft ook al centraal gestaan. En dat zijn dus een aantal voorbeelden, dus heel wat meer natuurlijk. We voorzien ook Europese uitwisseling voor keuzeprofessionals. Dat is de laatste 2 jaar helaas vaak online. Maar we hopen dat in de toekomst weer fysieke uitwisseling zal mogelijk zijn. Binnen deze Europese dimensie die wij binnen het werkveld binnenbrengen, geven wij bijzondere aandacht ook aan Europese projecten en projectsubsidies. Dus ook bijvoorbeeld bieden we aandacht aan K2-projecten die centraal keuzebegeleiding als thema hebben. Of bijvoorbeeld transitie van het onderwijs naar de arbeidsmarkt of loopbanen, dat soort thema's. Dus als jouw project er rond draait of daarover gaat, laat zeker iets weten en dan zien we wat we kunnen doen naar disseminatie, bijvoorbeeld naar communicatie over jullie project. De wegen langs waar we werken zijn onder meer de volgende. Dus dat is via webinars, we voorzien studiedagen, online en live als het mogelijk is. Presentaties, gastpresentaties, ook thematische publicaties. We nemen zelf deel en we proberen ook zoveel mogelijk keuzeprofessionals te laten deelnemen aan conferenties. Studiebezoeken, we zijn ook aanwezig op sociale media, waarvoor straks de gegevens zullen meegedeeld worden. En we bieden ook een nieuwsbrief aan, tweemaal per jaar. Daarvoor kan je inschrijven op onze homepagina. En we hebben zowel een Vlaamse website als een Europese. Nu, het tweede spoor waar we vooral werkzaam in zijn, is buitenlandkeuzes. Dus we bieden eigenlijk keuzebegeleiders meer inzicht en expertise in het begeleiden van buitenlandkeuzes. Hoe doen we dat? Wel, we bieden informatie over leermobiliteit voor verschillende doelgroepen. Hè, dus zowel schoolonderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en VET. Daarbij geven we aandacht aan de mogelijkheden, maar ook aan de financiering die mogelijk is en aan de meerwaarde van leermobiliteitservaringen. Bij ons kan je ook terecht voor individueel advies op maat. Dus om een paar voorbeelden te geven. Als een leerling verhuist naar het buitenland, dan kan je bij ons terecht voor vragen daaromtrent. Om een voorbeeld te geven, een leerling vertrok naar Nederland en wou heel graag daar een gelijkaardige opleiding volgen als hier. Dan hebben wij de mogelijkheid om ons netwerk aan te spreken en uit te zoeken wat een goede overstap zou betekenen. Een ander voorbeeld, een leerling die met haar ouders verhuist naar Spanje en die daar een kappersopleiding wil volgen. Idem, wij kunnen beroep doen op onze collega's in het buitenland en jullie ondersteunen bij dergelijke buitenlandkeuzes of begeleidingsvragen.
Ook binnen die buitenlandkeuzes bieden wij bijzondere aandacht aan Europese mogelijkheden en subsidies, zoals Erasmus+ natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook het European Solidarity Corps of Erasmus voor ondernemers. En rechts heb je waarschijnlijk al opgemerkt, wij bieden eind november 2 webinars aan, getiteld Leren over grenzen heen. Dat is telkens een webinar van 1 uur, waarbij we dus de mogelijkheden per doelgroep gaan bekijken. En we hebben ook een aantal gastsprekers. Eén collega komt iets vertellen specifiek rond Erasmus voor ondernemers en een andere, onze collega Eva, die straks aan bod zal komen, die komt ook Europas even toelichten. Rond die buitenlandmogelijkheden bieden wij dus soms webinars, ook studiedagen, presentaties. We zijn ook aanwezig op sociale media daarmee. En op onze website kan je toch wel een aantal interessante tools en informatie vinden. We bieden advies op maat, zoals gezegd, en we verzorgen ook artikels binnen onze nieuwsbrieven over die buitenlandmogelijkheden en de begeleiding ervan. Hier zie je de kanalen waarop je ons kan volgen. Dus ten eerste onze website euroguidancevlaanderen.be. We zijn ook te vinden op Twitter en op Facebook sinds kort. En op Pinterest. Hoe kan je inschrijven op de nieuwsbrief? Je ziet hier staan. Je gaat naar de homepagina van Euroguidance Vlaanderen. En daar vind je een onderdeeltje nieuws. En daar kan je heel eenvoudig je opgeven voor de nieuwsbrief. En helemaal onderaan zie je mijn e-mailadres en telefoonnummer. Dat is het voor mij. Ik ga mijn presentatie stoppen met delen. Ik denk dat Eva al klaar zit. Ja, dankjewel, ja, Joke. Okay. Ja. Oké. Dus dit was de eerste twee acties, e-twinning en Euroguidance. Ik ga jullie de nog andere twee acties voorstellen die ook in jullie buitenlandse projecten interessant kunnen zijn. En ik ga daar ook mijn presentatie voor delen. Zo. Als mijn diavoorstelling nu mee wil. Ja, oké. Dus mijn naam is Eva van de Geer, ik ben de Europas-coördinator. En zoals jullie zien, ik ben niet alleen voor Europas. Ik zit bij EPOS, maar ik heb een collega, Wendy Hans. Ik denk dat ze hier ook in deze ruimte zit. Het is een collega bij de VDAB. En het is een nauwe samenwerking, Europas, het project tussen EPOS en VDAB. Wat willen we nu met Europas doen? Want het is ook een actie van de Europese Unie, de Europese Commissie, die eigenlijk elke burger wil helpen als die wil gaan studeren of gaan werken in het buitenland. Dus alle mobiliteiten naar binnen de Europese Unie willen we eigenlijk mee gaan helpen, ondersteunen. Nu, ik denk voor jullie, en ik denk dat het eigenlijk voor alle projecten interessant kan zijn als jullie geïnteresseerd zijn om wat jullie in deze projecten doen, dat wel gaan verzilveren. Dus wat jullie daarin hebben geleerd, dat te gaan documenteren, dan bestaat er een document, de Europas Mobiliteit. Daarin kan je, als je mobiliteit hebt met leerlingen, met leerkrachten, wat je hebt bijgeleerd, kan je daar mooi in documenteren. En dat is eigenlijk dan een bewijs van jouw competenties tijdens die buitenlandse ervaring. Maar ik heb hier ook een filmpje dat ik jullie wil laten afspelen, waar het eigenlijk in een notendop wordt uitgelegd wat juist Europas Mobiliteit is, want we hebben het ook gevraagd aan leerkrachten die het al gebruiken in hun projecten. En ik vind dat eigenlijk altijd de betere manier dan dat ik het jullie uitleg. Dus ik ga eventjes naar YouTube. Dit is Lisa. Lisa ging zoals zoveel leerlingen op Europees avontuur.
Dankzij mijn stage die ik 2 weken heb gedaan in Frankrijk, heb ik zo mijn Europas mobiliteit verkregen. En op basis daarvan ben ik dan gaan solliciteren. En ja, zo heb ik dan mijn nieuwe werkgever kunnen overtuigen, dankzij de Europas mobiliteit. De Europas mobiliteit is een document dat alle competenties en vaardigheden omschrijft die Lisa tijdens haar buitenlandse stage heeft verworven en wordt ondertekend door zowel de Vlaamse zendende organisatie als door de buitenlandse ontvangende organisatie. De Europas mobiliteit is niet enkel voor Lisa, maar ook voor alle leerlingen, cursisten en leerkrachten die een leerervaring of stage hebben opgedaan in het buitenland of in een andere Belgische taalgemeenschap. Dus als je als leerkracht gaat, is het eigenlijk om beter te leren lesgeven. En daar ligt dan focus ja, specifiek op de pedagogische vaardigheden, ook een beetje over de infrastructuur en de organisatie. Dus ook welke ja, managementvaardigheden doe je daar eigenlijk op? Op een leerkrachtenmobiliteit, maar ook op een leerlingenmobiliteit, staan dus werkgerichte vaardigheden en competenties. Maar er is ook oog voor de soft skills. Naast de vakspecifieke competenties staan er ook nog wel andere competenties op die dat wij kunnen aanvullen, die ook belangrijk zijn wanneer je naar het buitenland gaat. Dat gaat bijvoorbeeld over spreekdurf, hè? Dus durven spreken in een vreemde taal, het kunnen samenleven, budgetbeheer. Er staan zowel een aantal andere competenties tussen die niet aan bod komen in een stage in België, maar wel in het buitenland. En ik ga het hier eventjes afbreken. Ik nodig jullie zeker uit als jullie nog meer geïnteresseerd om het hele filmpje te gaan bekijken. Maar het geeft jullie alleszins een goed beeld van waar Europas mobiliteit voor kan gebruikt worden. Dus zowel voor leerkrachten, maar in het algemeen onderwijspersoneel die naar het buitenland gaat, als voor leerlingen. En vooral om, wat is het juist? Het is dus een bewijs van die ervaringen, van die competenties die je hebt opgedaan. Het is een ondertekend door de zendende en ontvangende organisatie of de partnerorganisatie. En het is niet alleen een bewijs van, ik ben daar geweest, maar het is echt een documentatie. Er staat echt in opgeschreven wat je allemaal hebt bijgeleerd. Nu, waarom zou je dat dan gaan gebruiken? Wel, misschien heb je het wel in je Erasmus Plus aanvraag erin gezet, of niet. Maar het is alleszins een van de enige officieel Europees erkende documenten om zo'n competenties tijdens zo van die buitenlandse ervaringen te gaan documenteren en valideren. Als je met leerlingen gaat, is het voor hen ook absoluut een extra troef als ze zo'n bewijs hebben en als daar ook die competenties goed in omschreven staan, want ze kunnen het daarna gaan gebruiken als zij naar de arbeidsmarkt gaan. En als leerkracht zelf, het is een bewijs van je professionalisering en het is altijd een goed idee om dingen zwart op wit te hebben die je hebt gedaan. Je weet nog nooit wanneer die van pas zullen komen. Dus voor wie is het? Het is eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is om die ervaring eigenlijk wat te gaan verzilveren en wat te gaan officieel gaan vast te leggen. En dat kan op verschillende ervaringen zijn. Dat kan stages zijn van leerlingen, dat kan in het kader van studies zijn, maar het kan ook in het kader van deze partnerschappen zijn. Hoe werkt het juist? Wel, in een eerste stap ga je naar onze Europas Mobiliteit Tool en vraag je Europas Mobiliteit aan. En nadat die goedgekeurd zijn, ga je die dan gaan invullen. En het handige wat in onze tool is dat je tegelijkertijd de Learning and of Staff Mobility Agreement daarin ook kan gaan aanmaken. En waarom is dat wel handig? Omdat het Europas Mobiliteit Document en die andere agreements eigenlijk wel overlappend informatie bevatten, dus dan kan je er eigenlijk handig gaan copy-pasten en dan moet je die niet apart alle twee gaan zitten invullen. In een volgende stap gaat dan de ontvangende organisatie, allemaal digitaal natuurlijk, dat gaan ontvangen. Die kan gaan checken van oké, dit is inderdaad wat we allemaal hebben geleerd. Hij kan het gaan ondertekenen, ook digitaal. En tenslotte kan natuurlijk de Europas mobiliteit overhandigd worden, kan afgedrukt worden aan de houder. Hoe helpen wij nu? Wij laten jullie dan natuurlijk niet in de steek en laten jullie dat document helemaal alleen invullen en in die mobiliteitstool gaan duiken. Dus wij geven daar trainingen over. En ook heel belangrijk hoe je die, niet alleen om de tool te gebruiken, maar ook hoe je competenties kwaliteitsvol kan omschrijven, want dat is zeker niet zo gemakkelijk. Wij geven ook
hulp of ondersteuning bij het uitreiken van die Europass mobiliteit. We zien dat heel veel scholen uitreikingspakketten aanvragen. Wat zit daar allemaal in? Daar zit een officieel mapje in, daar zit wat informatie in over Europass mobiliteit. En we merken dat het in, zeker voor leerlingen, zijn ze er vaak heel fier op dat ze dit ook krijgen. Dat is echt iets extra. Het wordt vaak uitgereikt aan het einde van het jaar, bij hun rapport, bij hun diploma. En daar zijn ze best fier op. We hebben ook een explainer video voor leerlingen gemaakt, dat ze ook meer zouden begrijpen waarom en wat ze eigenlijk daarmee zouden kunnen doen. Hier vinden jullie een overzicht van de aanbod van de trainingen over Europass mobiliteit. Ik ga ze hier niet allemaal overlopen, maar jullie krijgen zeker de presentaties later doorgestuurd. Hoe kan je daarop inschrijven? Wel, je kan naar de EPOS, in de EPOS nieuwsbrief heeft het gestaan, maar je kan natuurlijk ook op de EPOS website nog altijd het inschrijvingsformulier gaan vinden. Je kan je ook via de nieuwsbrief van Europass gaan inschrijven, dus op de hoogte blijven. Maar je kan ook op onze eigen website, Europass Vlaanderen, ga je ook een link vinden naar de inschrijving. Meer info? Ik zei het er net al, we hebben een Facebook, daar kan je ons volgen. We hebben een algemene website. Het YouTube-kanaal, als je geïnteresseerd bent, de video die je daarnet hebt gezien, die kun je daar integraal gaan bekijken. Er staan ook andere video's op, dus ga zeker eens een kijkje nemen. En hier zijn dan ook eens onze contactgegevens. Dus dit was in een notendop wat Europass voor jullie zou kunnen betekenen in jullie projecten. En nu heb ik het heel graag over het EPALE-project, of het Electronic Platform for Adult Learning in Europe. Ik presenteer dit in naam van mijn collega Karin Nicolai, die helaas vandaag niet kon bij zijn. Maar het is eigenlijk voor alle projecten die lopen binnen het volwassen educatie, is dit ook een zeer interessante Europees initiatief om alles wat er gebeurt, om op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt in de volwassen educatie, mee te zijn, maar ook om goede practices te vinden enzovoort. Daar is ook weer een filmpje dat het eigenlijk in een notendop heel kort toelicht. Dus ik ga jullie dat ook eventjes tonen. Even kijken. Aanstek. Adult Learning Community in Europe, available in over 20 languages, EPALE enables members to engage with peers across Europe. The site brings together a network of professionals and allows them to discuss adult learning topics and project ideas and exchange best practices. The platform also offers a rich database of resources, articles, and more. The European Commission has a range of policies designed to foster learning and raise the level of basic skills for adults by harnessing digital tools and open education resources. EPALE shares this dedication to strengthening the effectiveness of education as a lifelong journey. In support of EU policies, EPALE provides up-to-date information about policy implementation, funding opportunities, evidence, and research. It also enables users to analyze and compare national adult learning policies across Europe. Members benefit from EPALE's wide range of features, including the partner search tool, public and private discussion areas, communities of practice, the resource centre, the events calendar, and more. Join EPALE today and become part of Europe's biggest adult learning community. Zo, dus dat was in een notendop wat EPALE doet. En ik denk zeker voor projecten die in het volwassen educatie zich afspelen, dat het zeker de moeite waard is om eens een kijkje te gaan nemen op de website. Tot slot nog een aantal events die misschien ook heel erg
interessant kunnen zijn, die wel afgelopen zijn, maar waar je het verslag van de conferentie nog kan vinden op het EPALE-platform. Op 12, 13 oktober was er de jaarlijkse internationale EPALE-conferentie. En het thema daarvan was Transitions, the role of adult learning in ensuring inclusive and sustainable change. Als jullie projecten daar toevallig een link mee hebben, dan zou ik absoluut aanraden om daar zeker eens naar het verslag te gaan kijken. Ook in dezelfde conferentie werd ook een live workshop in Vlaanderen, in Leuven, gegeven. Ook het verslag vinden jullie op EPALE. Ook een heel interessante workshop die je denk ik terug ook gaan herbekijken, als ik me niet vergis. Zo, ik denk dat ik nu het woord terug kan geven aan Wim, want dit was wat ik jullie wou meegeven rond Europas en EPALE. Oké, dankjewel Eva. Dan neem ik de schermdeling terug over. Eens kijken of dat lukt. Ja, normaal gezien wel. Oké, daar zijn we terug. Bedankt Eva en Joke. En dan gaan we over naar het laatste stukje van deze sessie. Ik wil nog iets meegeven over de verdere ondersteuning vanwege EPOS, waar jullie in jullie project nog kunnen op rekenen. Dat zijn er een aantal specifiek voor jullie. Op uitnodiging ga je dat zijn die. Dus die ga je een uitnodiging voor krijgen via mail. Dat zijn de clinics of zitdagen die wij jaarlijks doen. Misschien hebben sommigen van jullie dat al meegemaakt. Dus wat wij doen is één keer per jaar, in meestal maart, april, geven we de kans aan de begunstigden om met hun dossierbeheerder één op één een overleg te hebben van vragen op te lossen richting de eindrapportering. Dus dat is nu nog zeker niet aan de orde. Tenzij dat je misschien een ander project lopen hebt dat binnenkort of in de loop van het volgend jaar afgesloten wordt, dan ga je daar ook een uitnodiging voor krijgen. Dat zal normaal gezien online zijn, dat is dan een half uur of een uur, ik weet het niet precies, hangt af van het aantal vergaderden. Daarnaast projectbezoeken, kan ook eens gebeuren, doen we nog te weinig, maar het is iets waar we wel proberen werk van te maken. Uitnodiging is dan meestal van jullie aan ons natuurlijk. Gerichte tutorials en webinars. Ik zei al van indertijd Mobility Tool, nu hopelijk de Beneficiary module. Is er een goede handleiding? Maar is er die niet, of is er toch nood aan een soort webinar of zoiets, een opleiding, dan gaan wij die wel organiseren. En wat er normaal ook terug opgestart wordt, zijn de jaarlijkse workshops rond de Impact Plus oefening. Dus Impact Plus materiaal ontwikkeld door onze Britse collega's. Waar echt wel gewerkt rond van hoe zorg ik dat mijn project een maximale impact en een optimale impact realiseert richting de doelgroepen dat onze bedoeling waren. Dus die gaan we waarschijnlijk terug heropstarten van in het voorjaar volgend jaar. En daarnaast zijn er natuurlijk een aantal andere initiatieven van EPOS voor een ruimer publiek, waar jullie zeker welkom zijn en ook doelgroep van zijn. Dat zijn dan de opleidingen Europaas, e-twinning, EPALE, Euroguidance, waar hier al van gesproken is. Als je dat niet gedaan hebt, schrijf zeker in voor de nieuwsbrief van EPOS. Dat is gewoon op de startpagina epos-vlaanderen.be, waar je helemaal onderaan wel de nieuwsbrief dat je vindt en dat je u kan inschrijven. Die wordt twee keer per maand trouwens uitgestuurd. Sociale mediatrainingen die door EPOS op regelmatige basis nu al een tijdje worden georganiseerd, ook online. Kan je ook voor inschrijven. Er kunnen thematische activiteiten gepland worden, bijvoorbeeld rond hoe werk je aan sociale inclusie binnen je project of duurzaamheid of whatever. Daar zullen er waarschijnlijk wel een aantal gepland worden elk jaar. Er zijn een aantal webinars geweest rond de toolbox internationalisering voor scholen en volwasseneneducatie. Daar zijn er opnames van beschikbaar, maar de webinars gaan waarschijnlijk wel opnieuw hernomen worden.
Dus wat je dan kan aan deelnemen. En misschien ook nog meegeven, het einde van dit jaar, november, december dacht ik dat het ging zijn. Misschien nog november, maar alleszins na het lanceren van de call voor de nieuwe oproepronde, nieuwe indieningsronde, dan zou de nieuwe website van EPOS gelanceerd worden. En daar zit ook echt een volledig nieuw luik, dat er nu niet is, rond allerlei elementen van projectuitvoering. De start, het deel impact, samenwerking met partners en dergelijke meer. Daar gaat dus heel nieuwe content op komen waar je eigenlijk beroep kan op doen. En elementen daarvan komen eigenlijk aan bod op de workshops tijdens de live kick-offs van volgende week en de 24e. Voilà, rest mij nog u succes te wensen met uw project. En hopelijk tot binnenkort. Hoofdboodschap, voer uw project vooral uit zoals het in de aanvraag voorzien was, uiteraard. Houd de stukken bij die aantonen dat een bepaalde activiteit plaatsvond, en in de meeste gevallen is dat vrij evident. En is het dat niet, twijfel je echt, neem dan contact op. En mocht je nog niet ingeschreven zijn, of mocht er nog niemand ingeschreven zijn voor uw project en wil je dat alles nog doen, mail dan zo snel mogelijk in verband met de 24e en de mogelijkheden dan naar mijn collega Melissa. En dan hopelijk gaan we elkaar zien dan, hetzij de 16e, hetzij de 24e. Wij kijken daar alleszins heel erg naar uit. Het kan normaal gezien in vrij veilige omstandigheden. Dus we hebben dat ook voor KA1 gedaan. Dus we hopen jullie daar alleszins zeer talrijk te mogen ontmoeten. Bedankt om het vol te houden, om aandacht te blijven geven. En dan bedankt en alleszins tot de volgende keer. Dag.